Het verhaal van de drie verzoekingen staat aan het begin van Jezus' optreden. Net gedoopt, u hoorde het, vervuld van de Heilige Geest. Vervuld van de bijzondere taak die hem wacht, trekt hij zich eerst terug in de woestijn. Dat is een bekend Bijbels motief, u kent het. De Bijbel, de woestijn, fungeert dan als een soort retraite-oord. Ik kan me aangenamere oorden voorstellen, maar het werkte kennelijk wel. Dat gold later vanaf de derde eeuw ook voor de christelijke woestijnvaders. Die trokken zich daar ter concentratie terug. En dat doet Jezus nu ook. In die woestenij viel blijkbaar toch wel wat te halen. Dat realiseerde zich de dichter Hendrik Marsman kennelijk ook, toen hij deze regels dichtte in het gedicht Voorschrift. Ontgin waar niemand vruchtbaarheid vermoedt. Elke woestijn heeft zijn wel. Hier moet water zijn. Zou Jezus in die woestijn iets gevonden hebben? En hij ging er ook nog eens vasten. Ook dat is goed voor de concentratie. Maar een week vasten is nog te doen. Maar 40 dagen? Ook als die 40 dagen slechts een literaire toespeling zijn op de 40 jaar in de woestijn van het volk Israël. Dan nog, bij lang vasten verslapt de scherpte van geest. Dat is vragen om moeilijkheden. Zeker als de duivel met zijn eeuwenlange ervaring je wil uitdagen. Op de drempel van een nieuwe werksituatie heb ik me ook wel eens teruggetrokken. Eenmaal een week in het klooster. En ook wel eens een beetje in de vakantie, stiekem. Zo 's ochtends vroeg of 's avonds laat wat aantekeningen makend. Hoe zal ik het aanpakken, dacht ik dan. En zou Jezus ook iets dergelijks hebben gedacht? In elk geval kwam hij niet met een notitieboekje uit de woestijn, zoals ik uit het klooster en terug van vakantie. Ten aanzien van de weg die hij moest gaan, gold voor hem wellicht ook dat wat we zo pas als eerste regel uit lied 5:27 zongen. Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht. Voor hem was het ook nog zoeken, nog tasten. Welke stem zou hij volgen? Hoe zou hij de stem van zijn vader, van de geest Gods in zijn leven kunnen onderscheiden van die van de duivel? Vervuld van de Heilige Geest liep hij in elk geval niet met zijn hoofd in de wolken. Terug uit de woestijn had hij grote honger, staat er heel banaal. Geen verheven gedachten, niet een soort extase, nee, gewoon honger. Aardser kan niet, meteen met beide benen op de grond. Het is alsof Matthäus en Lucas aan het begin van hun evangelie ook meteen de realiteit van de menswording willen beklemtonen. Hij mocht dan wel vervuld zijn van de Heilige Geest. Dat stond het feit dat zijn maag opspeelde niet in de weg. Hij was geen op aarde rondwandelende God met een schijnlichaam, zoals later in de christenheid in de tweede en derde eeuw door velen gedacht werd. Maar een mens van vlees en bloed, en die dan vervuld van de Heilige Geest. En hij wordt meteen bij terugkeer uit de woestijn ook getest. Wie kent dat niet? Net in een nieuwe baan begonnen, nog een beetje met het hoofd in de wolken en dan meteen naar beneden getrokken, naar de werkelijkheid van alle dag. En er zijn dan altijd ook wel een paar die even willen uitproberen hoe ver ze met je kunnen gaan. Naar wie moet je dan luisteren? Moet je meteen doorpakken of nog eerst even de kat uit de boom kijken? Wie is te vertrouwen? Jezus hoorde aan het begin van zijn optreden diverse stemmen.
Hij kende de stem van de Bijbel, van de Schrift, maar er waren ook andere stemmen. Hoor maar, er staat: hij werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Die ruimte kreeg de duivel blijkbaar van de geest, van God. Waarom is dat? Dat is de kernvraag van vanochtend. Waarom kreeg die duivel die ruimte? Dat God de duivel zoveel speelruimte geeft, komen we zo expliciet maar één keer eerder in de Bijbel tegen. Namelijk in het eerste hoofdstuk van het boek Job. Daar krijgt de duivel van God ook de gelegenheid, de ruimte, Jobs geloof te testen, te beproeven, op de proef te stellen. En daar zit hem ook meteen het probleem dat elke lezer met dit Bijbelgedeelte zal hebben. Dat zit in die schijnbare coöperatie, die samenwerking tussen God en de duivel. Hoe kan dat? Ik herinner me dat ik als kind in de jaren 50 dit Bijbelverhaal helemaal niet zo'n spannend verhaal vond. Die uitdagingen, dat moest toch een makkie voor Jezus zijn? Het was de tijd dat we kerken bouwden met name als Triomfatorkerk of Jezus Victor Overwinnaarkerk. Het was de tijd dat de beroemdste theoloog van die tijd, de Zwitserse en ook in Nederland invloedrijke theoloog Karel Barth, in een van de 17 dikke banden van zijn dogmatiek een 125 bladzijden schreef onder de kop: Jezus is zieker, Jezus is overwinnaar. En in diezelfde jaren 50 schreef Berghauer, de dogmaticus van de Vrije Universiteit, een ook in het Duits en in het Engels vertaalde theologische bestseller onder de titel De Triomf der Genade in de Theologie van Karel Barth. Kortom, het was triomf voor en na in die jaren. En nu? Zijn we nog zo zeker van een triomf, een overwinning van Christus? Als je nu internationaal het politieke spectrum bekijkt, slaat de schrik je om het hart. Overal ter wereld hebben de democratieën het moeilijk, lijken ze op een retour. Ze worden van binnen uitgehold door autocratische machthebbers die verkiezingen naar hun hand zetten en hun tegenstanders al of niet met geweld de mond snoeren. We kennen ze, de Poetins en de Lukashenko's van Europa, de Ortega's, de Maduro's en de Bolsonaro's van Latijns-Amerika. En zo vallen in elk werelddeel wel tientallen vergelijkbare namen te noemen. En in sommige werelddelen, het Midden-Oosten, Noord- en Midden-Afrika, China en Indochina, is haast geen democratie meer over. Overheidsgeweld tegen eigen burgers is meer regel dan uitzondering. En wanneer we ervan uitgaan dat een democratie in optima forma, waar overigens aanwezig, doorgaans meer met het evangelie te maken heeft dan de nu ons bekende autocratieën, dan wordt het je als Christus soms bang te moeden. Het lijkt wel alsof we leven in een wereld vol Herodissen die, om met Vondel te spreken, het licht niet kunnen verdragen. Zelfs het daglicht kan hun werk niet verdragen, laat staan een nog groter licht. En wat in het groot geldt, geldt wellicht ook in het klein. Zijn we nog altijd evenzeer overtuigd van onze eigen goede keuzes als in de jaren 50? We zijn nu ons Indonesië-verleden aan het verwerken. Maar er komt gegarandeerd nog veel meer op ons af. Als straks door de opwarming van de aarde de zeespiegel veel harder blijkt te stijgen dan nu de somberste berekeningen voorspellen, worden we ook met ons eigen industrieel en landbouwverleden geconfronteerd. Wat hebben we onze leefomgeving in onze welvarende decennia aangedaan? En we bedoelden het toch zo goed. En we kunnen het nog dichter bij huis zoeken, bij onszelf. Bedoelen we het inderdaad altijd zo goed? Zijn onze motieven soms ook niet een
onontwarbare kluwen van goed en kwaad? Ontbreekt ons vaak niet een helder zicht op het hoe en waarom van ons eigen handelen? Zouden we dan niet wat voorzichtiger moeten zijn met het roepen van Christus is overwinnaar? Roepen we dan eigenlijk niet wij zijn overwinnaar? Want wij zijn toch de christenen die naar hem heten. Als ik zelf nu terugkijk op zo'n beetje 50 jaar theologiebeoefening, dan constateer ik dat elke vorm van triomfalisme, ik denk, toch wel uit mijn theologie is verdwenen. En dat ik liever spreek van een vorm van dualisme. Een tweestrijd tussen goed en kwaad, die zich in het grote op het politieke toneel afspeelt, maar ook in mijn eigen binnenste, in mijn eigen hart. En die strijd lijkt nog lang niet beslist. Die gaat nog steeds voort, ook in mezelf. Geldt voor ons op gezette tijden ook niet wat Paulus in Romeinen 7 zegt. Want ik doe niet wat ik wil, het goede. Maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Laten we weer terugkeren naar de tekst. Het gaat om 3 verzoekingen. De vraag om stenen in brood te veranderen, de vraag naar macht en roem en de vraag om een spectaculaire daad, een teken te stellen. En Jezus beantwoordt alle 3 vragen met een citaat uit het boek Deuteronomium. Of dat in werkelijkheid ook het geval is geweest, weten we natuurlijk niet, maar het is in elk geval een sterk staaltje literaire compositie. En in Jezus' hoofd zijn er als het ware 2 stemmen. Die van de duivel en die van de schrift. Want tot 3 maal toe herinnert hij zich wat er geschreven staat. Wat er ooit is gezegd. Op de vraag stenen in brood te veranderen antwoordt Jezus. Er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen. Dat is een citaat uit Deuteronomium 8. Over de omgang met manna. Niet oppotten is daar het motto. Genoeg is genoeg. We kunnen er nu de bede uit het Onze Vader in horen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En over het Griekse woord dat hiervoor dagelijks wordt gebruikt, hebben exegeten zich al eeuwenlang het hoofd gebroken. Wellicht is de mooiste vertaling, geef ons heden het brood voor morgen. Dat is genoeg om voor de time being in ons bestaan te voorzien. Broodvraag is belangrijk. Ze wordt door Jezus uiterst serieus genomen. Denk aan die vele broodvermenigvuldigingsverhalen in de evangelia. Maar is meer dan brood in een mensenleven. Het gaat om meer dan gevoedigd te worden aan de trog. In wezen is Johannes 6, waar Jezus de gedachte dat hij het ware brood des levens is, hier nader uit te werken. En dat is het antwoord op die eerste uitdaging. Om dat brood gaat het echt. En dat is avondmaalsbrood. Dat is uit Gods hand eten. Genadebrood. Aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven. Zullen we straks naar de uitleg zingen. En die tweede uitdaging is de vraag naar macht. Ook die wordt weer vanuit Deuteronomium beantwoord. Met zoveel woorden staat er, luister te midden van de vele stemmen in je hoofd, bovenal naar 1 stem. En dat is de stem die je bevrijding uit het slavenhuis Egypte heeft geschonken. Mozes zegt dat net nadat hij het volk beneden aan de voet van de Sinaï om het gouden kalf heeft zien dansen. En de derde uitdaging om van de tempel af te springen wordt heel geraffineerd geformuleerd. Namelijk met behulp van die verwijzing naar Psalm 91 over die engelen die een mens zullen opvangen. Dat zien we wel vaker. Dat bijbelteksten in een heel ander kader gebruikt worden. Als ik nu zie hoe extreemrechtse christenen in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, het boek Openbaringen misbruiken om zich
tegen de overheidsmaatregelen in verband met corona te verweren, dan draait je maag je om. En dat was vroeger ook zo als je Zuid-Afrikaanse christenen van de Nederduits gereformeerde kerk met behulp van de Bijbel de apartheid hoorde rechtvaardigen. Jezus wordt uitgedaagd een spectaculaire daad te verrichten, een teken te stellen. Dat zou later nog heel vaak gebeuren. Steeds maar weer werd hij gevraagd een kunstje te doen. En steeds maar weer weigerde hij dat. Want zijn leven zelf, zijn woorden en zijn daden waren toch al tekenend genoeg. Daar ging toch al een roep van uit. En dat zou later toch alleen maar nog duidelijker worden toen zijn levensweg een kruisweg bleek te zijn. In wezen is die vraag om van de tempel af te springen dan ook de vraag om van het kruis af te komen. De vraag van Satan, spring dan van het dak van de tempel af, is in feite de spottende vraag van de omstanders bij Jezus' kruis. Als je dan die Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En staande op het hoogste punt van de tempel moet Jezus Golgotha al hebben kunnen zien. En hij kende natuurlijk ook die passage uit Psalm 91 over die opvangende engelen. Als in de hof van Gethsemane een van de discipelen Jezus later met het zwaard wil verdedigen, krijgt hij te horen: je weet toch dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen, of hij stelt mij onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking. Maar dat inroepen van legioenen deed hij niet. Hij koos voor de weg waarop hij voor ons zou intreden. Alle drie vragen zouden Jezus van zijn heilsweg, zijn kruisweg, hebben afgeholpen. Hij had een goede econoom kunnen worden, die voor een faire basisvoorziening had gepleit. Brood voor iedereen. Zulke economen zijn er gelukkig nog altijd. Daar is niks mis mee. En hij had wellicht ook een groot rijk kunnen vormen. Er waren wel meer volken toen der tijd in het Midden-Oosten die de Romeinse overheersing meer dan zat waren. Zo had hij zijn invloed kunnen uitbreiden, leider van een beweging kunnen worden. Ach, en met een machthebber à la Jezus, al zou hij ook maar de helft van Jezus' stijl hebben overgenomen, dan zou de wereld toch ook nog niet zo slecht mee uit zijn geweest. En hij had ook Allah de Israëlieten in de woestijn kunnen vragen: is de Heer nu in ons midden of niet? En dat had je als vermeende zoon van God door ongedeerd van de tempel te springen toch kunnen laten zien, nietwaar? Dat zie je ook haast alle machthebbers doen. Kijken wat er gebeurt als je in je godswaan op de stoel van God gaat zitten. Al die dingen had Jezus kunnen doen. Dan was hij inderdaad van het kruis afgekomen. Dan had hij zijn kruisweg verkwanseld. Je zou haar zeggen, Allah Esau voor een bord linzensoep. Maar we kunnen de drie verzoekingen ook lezen tegen de achtergrond van het Onze Vader. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, vertaalt de allernieuwste Bijbelvertaling heel mooi. Genoeg is genoeg. Laat ons op deze basis leven en later kijken we wel weer verder. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad, vertaalt diezelfde Bijbelvertaling vervolgens. Laat ons niet bezwijken voor de macht koet. Leer ons te letten op de aard van onze machtsuitoefening. Ten dienste van wat? Ten dienste van wie? Want aan u behoort het koningschap, vervolgt het Onze Vader dan. Niet aan ons. Wij zijn God niet. Dat lijkt me een van de belangrijkste Bijbelse boodschappen. Die kan ook vandaag de dag niet vaak genoeg herhaald worden. Wij zijn God niet. Zou Poetin zich dat realiseren?
In een Engelstalig commentaar op Lucas zag ik de clue van dit Bijbelgedeelte kort en bondig samengevat in deze zin. Geloof is beyond need, power and proof. Geloof heeft op meer betrekking dan op onze lichamelijke noden, de vraag naar macht en de vraag naar een bewijs. Dat meer dan, dat beyond, dat spreekt me aan. Als ik nu, na een halve eeuw theologiebeoefening, mijn eigen theologische ontwikkeling typeer, dan zou ik zeggen, God is voor mij steeds meer, zoals ik ergens eens las, steeds meer het beyond in our midst geworden. Het meer dan in ons midden. Het gaat dan om de ervaring dat wij in de wereld om ons heen onszelf niet genoeg zijn. Dat we aangewezen zijn op een macht die ons overstijgt. Overstijgt in barmhartigheid, in vergevingsgezindheid, in liefde. En daarom laat ik het geloof in een God als een soort almachtige meester Albedil maar varen. Blinde almacht lijkt me niet te passen bij de God van Jezus Christus. Zo nam hij zichzelf ook niet voor te werk te gaan. De God van dit Bijbelgedeelte is inderdaad de God die uit zijn hemel zonder grenzen tastend aan het licht komt. Om zijn spoor te volgen staan we voortdurend in tweestrijd. Welke stem volgen we? Welke stem is de goede trouw? Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, dat is de geest aanvaarden die naar het leven leidt. De mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan. Dat is op deze aarde de duivel wederstaan, zongen we Paul voor de uitleg. Ik kom nog een keer terug op de beginvraag. Waarom maakt God geen einde aan die tweestrijd tussen God en de duivel? Tussen de geest Gods en de duivel? Waarom geeft hij die vreemde duivelse stemmen zoveel speelruimte? Die vraag is denk ik maar één antwoord mogelijk. Omdat God geen God is van blinde almacht, geen meester Albedil, maar een God die onze keuzes serieus neemt als verantwoordelijke mensen. Hooguit is ons een richtsnoer gegeven. Een richtsnoer gegeven in het er is geschreven, er is gezegd. Het is aan ons welke stem we willen horen, welke stem we willen volgen. En inderdaad, de Bijbel laat er geen twijfel, geen misverstand over bestaan welke macht aan het langste eind zal trekken. Niet voor niets spreekt het boek Openbaringen over het uiteindelijk zegevierend Lam Gods. Maar die strijd is in het heden, ons heden, nog lang niet beslecht. De nacht is nog lang niet ten einde. En in die nacht klinkt wederom uit het boek Deuteronomium een stem. Een duidelijk herkenbare stem. Een heldere stem. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood. Tussen zegen en vloek. Kies voor het leven.